Ik vond het kapot hard, man. Er zaten veel tracks tussen die ik keihard vond. En vooral die track met Moola B en die laatste Streetlife, dan denk ik bij mezelf, holy shit. Na zijn hit Erin en Uit en samenwerkingen met Busy op tracks zoals Doe Je Dans en Traag, is het dan eindelijk zover. Zijn debuutalbum voor Hees. Ik heb het natuurlijk over Yozo. Ik ga de uit. Ik ga de uit. Ik ga de uit. Zeg wat je wilt, ik heb die shit op mijn menu. Ja, je had me al gebeld, ik zei niet nu. Ja, mama die blijft dit. Kom hier en doe het voor mij. Kom hier en doe het voor mij. Kom hier en doe het voor mij, kom hier en doe het voor mij. Doe je dans, doe je dans, doe je dans. Doe je dans, doe je dans, doe je dans. Ik sta hier vandaag voor de Amsterdam Toren. Hier binnen wordt zijn luistersessie gegeven en jullie gaan met me mee. Let's go! 100, 200, 300. Ik sta hier naast de producer High Energy. Jij hebt zowat driekwart van het album geproduceerd. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, we werken gewoon lekker met z'n tweeën. En ja, de beats praat eigenlijk voor zich, man. Je hebt eigenlijk bijna niks te zeggen. Nee, als ik hem een beat stuur, zegt hij van of het hard is of niet. Hoe is het eigenlijk dan tot stand gekomen dat jij zoveel tracks hebt kunnen produceren voor dit album? Ik denk dat het gewoon voornamelijk komt doordat we eigenlijk op één lijn zitten. En hij is samen met mij gegroeid, zeg maar. En ik denk dat het resultaat wel echt voor zich spreekt. De beats zijn even hard als Yozo, dus ja. Welke track vind jij zelf het hardst op het album? Het hardste vind ik Wanneer. En het is niet dat die beat echt super hard is. Maar het is dat Yozo en ik daar gewoon echt knallen op die track. Dat is gewoon echt heel hard. Wat vond je van wat je hebt gehoord? Ik vond het kapot hard, man. Er zaten veel tracks tussen die ik keihard vond, man. Ik vond de hardste track zelf die met Hef en met Vice en met wie stond er nog? Heineken. Kevin staat er ook nog op. Ja, dat vond ik echt de dikste track, man. Die ga ik zeker pompen als die vrijdag uit is. Maar jij bent zelf Amsterdammer, toch? Ja, man. Ik weet het, man. Dat is best wel raar dat ik die het hardste vind. Maar ik hou van die oldschool vibe, je weet toch? En dat was de meest oldschool track die erop stond. Dus die vond ik echt keihard, man. Wat vind je van het album wat je net eigenlijk hebt gehoord? Ik zag je losgaan op een paar pokoes. Je was wel even aan het knikken van, dit is hem. Ja, ik hou wel. Ik hou wel echt van die straat shit, als ik het zo mag omschrijven. En dat zit er echt tussen. En vooral die track met Moola B en die laatste Streetlife, dan denk ik bij mezelf, holy shit. Ja, ik voel dat. Je luistersessie die is net voorbij. Voor de mensen die je nog niet kennen, uit welke stad kom je eigenlijk? Rotterdam, man. Je toch, gewoon in de buurt van Rotterdam. Ik heb ook Zaandam gewoond, heb ook veel meegemaakt, ben daar zo'n beetje opgegroeid ook. Voor mij was je eigenlijk, zag ik jou voor het eerst met de pokoe Erin en Uit. Het leek echt alsof je uit het niets kwam. Hoe heb jij de ontwikkeling meegemaakt, zeg maar, die afgelopen tijd? Het was wennen, weet je. Want ik was in één keer van niets, was ik iets geworden. Iedereen kende me. Maar de kunst is niet om daar te komen, maar de kunst is om daar te blijven, weet je. En het kostte me wel even om te beseffen en in te zien hoe dat allemaal precies te werk gaat. Je album die heet Voor Hees. Is dat ook je achternaam? Nee, is mijn artiesten achternaam, zeg maar. Maar wat is je echte naam dan? Mijn echte naam? Werk je bij de politie, broer? Nee, maar mijn achternaam, ik ga dat niet zomaar zeggen, man. Waar staat Voor Hees dan voor? Ik vond het gewoon een mooie naam, man. Geen verdere betekenis of iets? Nee, man, niet echt of zo. Ik heb het wel van die film, maar het heeft niet echt een link of zo. Ik vond het gewoon echt een mooie naam. Ik dacht van ja. En je hebt ook veel samengewerkt met Busy bijvoorbeeld. Heb je ook een beetje invloeden gekregen van Busy, een beetje inspiratie om dat ook toe te passen op dit album? Ja, maar zeker. Weet je toch? Ik heb van Busy vooral geleerd dat je buiten de box moet durven te denken. Weet je toch? En ja, man. En dat heb ik ook gewoon een beetje geprobeerd met deze album. Een beetje dingen te doen wat ik niet zou doen normaal, weet je wel. En ja, dus ik ben een beetje gaan experimenteren. Kijken wat kan ik wel, wat kan ik niet. En zo is die album tot stand gekomen, man. Waarom heb je uiteindelijk gekozen om Yozo bij jou aan te sluiten bij Rotjoch United? Ik ben echt een gevoelsmens. Mijn gevoel moet zeggen van ja man, dit is wat het is gewoon, weet je. En ik had het gevoel heel snel bij Yozo. Gewoon, het is heel grappig hoe ik hem eigenlijk heb gevonden als het ware. Het is gewoon mijn talentenshow waar ik jury was. En ik vond hem gewoon echt dope. En ik heb hem daarna uitgenodigd voor een paar gesprekken. Ik wil gewoon dat, weet je, met mensen op één lijn kunnen viben. En dat had ik gewoon goed met Yozo. Hij begreep wat ik wou doen. En ik begreep wat hij wou en waar hij naartoe wou. Ook al kende niemand hem.